Dames en heren, welkom terug uit de reclame. We zijn bezig met de Sound of Show en de laatste kandidaten zijn er twee. Guido Heereman, of Ma, Man en Willem Binnenma. Ma en Man. Ja, hoi. Ik vergis me even, Man en Ma, maar alles in Friesland is met A, Beukema, Ningesma, Ningesma, maar dat ben jij, hè? Ja. En hij is de Man. Ja, ja, ik ben de Man, hij is de Ma. Ja. Ja. Nou, dan word je even neergezet, hè? Zo. Ongetwijfeld zijn er nu mensen in de zaal, maar ook thuis zeggen, ik ken die figuur, jongen, die heeft vast meer meegedaan. En het is echt uniek. Hij doet voor de derde keer mee en hij heeft al twee keer die finale gehaald. Als je vanavond niet door zou gaan, zou het de eerste keer zijn dat je de finale niet haalt. Dat is waar, inderdaad. Ja. En dan is het Friesland helemaal niet boppen. Nee. 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 Of gaan ze dan op de terugweg met de bus toch even goed vrolijk naar huis? Nee, ja, tuurlijk. Ja. Je hebt meegedaan, je moet ons even helpen herinneren. Ik heb meegedaan als Robert Cray. Robert Cray. En verleden jaar als Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. En nu, ja, dat is. En wat ga je nu doen? En we gaan nu Eric Clapton van de Unplugged CD doen. Ja. Unplugged is, zeg maar, akoestisch. En jullie hebben elkaar gevonden. Je hebt nu weer een duo. Ja, toen een band. Het is overgebleven. De rest is weggelopen. Een grote succes of Ja, de rest is weggelopen. Of nee, die hebben we weggestuurd. Echt op zijn beest. Nee. Dat wou niet meer. En we zijn met z'n tweeën. Dat klikte ontzettend goed. Ja. En we zijn met z'n tweeën doorgegaan. Ja. Jij mag niks zeggen omdat je alleen de achtergrond doet, hè? Ja, precies. Klopt. En, ja, dat is de tol van. Maar hoe heet jullie nu? Heb je weer een naam? Twinspark. Twinspark. Ja, ja. Twee vonken, je ziet het. Nou, ik vind dat een. Niet twee stukken, maar twee vonken. Ik vind het een zacht pitje dat hoor. Maar je. Hey. Jij speelt voortreffelijke piano, alleen met knikken, ja. 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 Nee, niet ja, hoeft niet. Gewoon ja. En speel je ook gitaar nog? Niet. Wat is die gitaar dan? Wat is dat? Dat speel ik. Hè. Dat speel jij? Dat doe ik. En nou, dus, ja, hij neemt heel opschepperige gitaar mee. Ik heb het aan hem gevraagd. Ik zei, neem even gitaar mee. Want 2 jaar terug en 1 jaar terug, dat weten ze misschien niet meer. Nou, vast wel. Even eens kijken of we dat nog herkennen. Ja, wel, dat zing kennen jou ze mee wel, of niet? Nog niet. Nee. Dit is vorig jaar, hè? Hey, Joe! Dat was dus 92. Ja. En dat was. I can hear a couple of fights and right next door. The regular words are clear to the eastern wall. Dat was Robert Cray. En die liedjes spelen jullie beiden nog steeds op het podium wat te herkennen? Nou, niet alleen die liedjes hoor. When seagulls na 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 lovers will keep on turning. Er is niets meer aan toe te voegen. Het enige nog dat ik weet dat je oorspronkelijk ben je zwemleraar. Je hebt ooit als jongetje van 8 hem zwemles gegeven. Dat uiteindelijk. Klopt. Ja. En nou speel ik met hem. En nou speel hij met mij. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Leuk, hè? Ja. En er zijn nog steeds kinderen die heel trots zijn op hun badmeester. Nu voor de derde keer voor de televisie komt. Is dat we hebben daar gefilmd. Kijk maar eventjes. De kinderen van het zwembad waar je les geeft. Wat leuk. Laatste kandidaten van vanavond. Guido en Willem als Eric Clapton. Veel succes! Hang on, hang on, hang on, hang on.
can spot this one. Even de gitaar terug. Ja, ik zit met iemand op de monitor te kijken. Hij zegt eigenlijk is hij een beetje de Robert Paul van de Soundmixers aan het worden. Zo, elke keer met een ander. Ja, dat is inderdaad een hele goeie. Jacques. Ja, de vorige week riep ik ook al iets. Er komt een nieuwe categorie imitatietalenten. Veelzijdige mensen die heel veel stemmen in hun laadjes hebben zitten. En die dan zo'n stem weer uittrekken. De vorige keer, Kido, toen je optrad als Jimi Hendrix, was er nog iets dat je behoorlijk moest forceren. Ja. Nu zijn er twee muzikanten live spelen en zingen, in jouw geval. En dan vind ik dat het zo goed gelijkt. En dan is er opeens sprake van een sfeer van een optreden. En als ik zeg optreden, bedoel ik ook optreden. Ja. Kijk, dat bedoelt optreden, bedoelt hij ook optreden, ja. Dat u niet denkt thuis van, als het een optreden, dat het geen optreden is. Als Jacques bedoelt optreden, dan is het gewoon een optreden. Zo'n fel bekkie erachteraan ook, hè? Maar je bedoelt het goed, hè, Jacques? Bart, KL, als ik zeg KL, bedoel ik ook KL. KL, hè? Bedoel je ja, KL. Dus, ja. Ik herinner mij Kido in België, is ook in België geweest als Jimi Hendrix. Ja. En ik vind jou een ongelooflijk artiest, want je speelt dus ook gitaar met je tanden. Ja. Live toen ook op tv, vond ik zo waanzinnig, ik kon het bijna niet geloven. En nu speel je hier ook live terug met ook een schitterende pianist trouwens. Ook de stem. Ook de stem. De stem is ook heel erg gelijkend op deze, want ik vind het ja, echt. Ik ben woordeloos. Woordeloos? Woordeloos. Waarom? Je hebt bewezen dat je ontzettend veel talent hebt. En ik vind dat je zo eervol iets hebt neergezet voor deze man. De CD heeft 6 Grammys gekregen en voor mij krijg je zeker 1. Dankjewel. Ja. Ja. Goed. Wie gaat nog even door? Ja, je hebt erg veel gesproken over hem, maar krijg je van jou ook nog een onsje of een Grammy? Of ja natuurlijk, maar ze moeten allebei en natuurlijk. En thuis denk je, Tom en Barry, want als ik bedoel, ik wil het overzichtje laten zien, bedoel ik ook eigenlijk thuis. We willen het overzichtje laten zien, kom eens aan. Come on everybody, nobody else can walk the way you walk. Nobody else can talk the way you talk. Nobody else can laugh the way you the way you touch nobody else. Certain as the sun, certain as the sun, rising in the east, tale as old as time, song as old as rhyme, beauty and the earth.
prize veiler. Dat waren de vijf fragmenten. Wat een fantastische avond vanavond, vond ik persoonlijk. U ook, ja. Goed, voordat Jacques Dancona het bekend gaat maken wie doorgaat naar de grote finale. Dat is op 3 september, dat is nog een eindje van ons vandaan, maar het komt eraan zo. Voor je het weet is de zomer voorbij. Wil ik Barry Stevens even vragen en dankzeggen op wie volgende week weer komt. Petje Barmdal, hè? Yes, thank you. Yes. Dag Barry. Bakkeil, wanneer ga je beginnen met de Soundmix Show in België? Begin juli. Begin juli. Veel succes. Dankjewel. Met 13 afleveringen. Dankjewel dat je er was. Bakkeil, de presentator van de Soundmix Show. En Jacques Dancona, jij gaat het vertellen nu, hè? Ja, de eerste week Whitney Houston, de tweede week Sisters. Ja. En we hebben heel erg lang moeten praten, want er was topspanning, er was topkwaliteit. En de gouden microfoon van deze derde Soundmix Show gaat naar Eric Clapton. Eric Clapton. Kun je het gaan inhouden, dames en heren? Hartelijk gefeliciteerd, Guido. En jouw voorkomstige begrijpen. Hartelijk gelukkig wensen. Veel succes. Dankjewel. Fantastisch. Jullie ook allemaal ontzettend bedankt. Ook TV gehaald. En Eric Clapton, dames en heren, daar gaan wij afscheid van nemen. Want u weet het, zoals vorige week en de week daarvoor. Het winnende liedje doen we nog een keertje. Dus we gaan afscheid nemen met Eric Clapton, met zijn liedje. En wat ons betreft graag tot aanstaande donderdag weer bij de Soundmix Show op RTL 4. Down, Layla.
Bedankt.